wat ik nu ga doen is, ja, dat weet ik echt niet, man. Ik ga echt niet bij iemand zeggen, oh, vriend of zo, gewoon een goede vriend van mij, maar hij scheerde bang. Dan dacht ik, anders mijn haarlijn wordt fire, snap je? Oh, mijn haar wordt fire, man, snap je? Dus nee, man, ik denk, ik blijf gewoon zo, man. Of ik moet iemand fixen of zo, maar die met mijn haar kan doen. Gewoon illegaal, man. Maar ik vraag me af, wat zouden jullie doen? Reageer even onder de reacties. Ik ga gelukkig niet heel vaak naar de kapper. Ik ben blij dat ik krullen heb, want dan zie je het niet zo heel snel dat je haar groeit. En ik ben toevallig vlak voordat de crisis begon, ben ik naar de kapper geweest. Maar als het nog lang duurt? Dan ga ik het ook niet zelf knippen. Ik hou het echt gênant lang vol zonder de kapper. Ik doe het zelf, man. Het is een stuk goedkoper. Ik vraag maar 10 euro aan mezelf. Dus het scheelt ook weer een hele hoop. Een beetje oefenen. Je moet je wel een paar fouten kunnen veroorloven. Want kijk, dit is een beetje te kort gegaan. Dus. Maar voor de rest doe ik het gewoon zelf. Plechtig. Zelf. Ja, zelf. Nou, als ik een tondeuse kan vinden, dan ga ik mezelf lekker kaal scheren, weet je. Moet wel, want anders gaan we niet overleven in deze coronatijden. Waarom geen gewoon afro of dreadlocks of zo? Het gaat er niet goed uitzien, man. Het wordt niet verzorgd. Die kappers, we hebben ze nodig, man. We hebben ze nodig. Wat ik zelf heb gedaan al, is door mijn moeder proberen te laten knippen. En mezelf heb ik ook wel bezig gedaan. Het is niet heel goed gegaan, maar... Ja, als het nog een tijd gaat duren, wat dan? Dat is dus de twijfel. De man achter de camera wil niet dat ik naar de kapper ga. Naar een privékapper ga. Ik ben zelfs wel bereid om meer te betalen hiervoor in deze tijd. Niet kaal. Kaal vind ik weer een beetje te ver gaan. Dus ik weet het niet. Misschien gewoon een klein beetje elke dag een beetje eraf halen of iets in die trant. Ik weet het niet. Echt balen hoor dat alle kappers dicht zijn nu momenteel. Vandaar dat ik deze muts draag. Ik hoop dat alle kappers zo snel mogelijk open gaan. Ik heb echt elke dag gewoon verdriet. Ik, kapster van mij, mijn lieve kapster, ik mis je zo verschrikkelijk. Elke dag denk ik aan jou. Want het haar wordt grijzer en grijzer. Het zit echt heel erg slecht. En ik tel de dagen dat ik je weer kan zien. Ik ga lekker op bol.com. Ik pak mijn YouTube erbij. En ik bestel gewoon mijn eigen dingen. En dingen zoals? Zoals scheermesje, tondeuse natuurlijk. Met verschillende clips. Maar je hoort er ook in bij. Ieder geval niet... Zo lopen met elkaar. Nee. Oké. Komt sowieso goed. Oké. Voor nu heb je het wel. Ja, ik ga denk ik. Maar ja, ik heb mijn kapper, dus op zich, ja, ik kan niet klagen. Ja, maar de kappers zijn officieel gesloten. Dus ja, oké. Okay. Heb je een illegale kapper? Nee. Oké. Is goed. Gelukkig heb ik nog heel veel gel in huis. Ja, ik moet mezelf scheren, doe ik zelf. Dus ja, dat kan ik alvast gaan doen. Wie het echt hard nodig heeft en net niet gered heeft om naar de kap te gaan voordat ze dicht gaan. Sterkte ermee. Ik ben hier in Holendrecht bij een bekende kapper. En ook deze man is dicht. Ja, is denk ik een groot probleem voor iedereen hier in de wijk. Ja, man. Kapper. Hoe lang geleden ben ik daar niet geweest? Nee, aan mij worden die mensen niet rijk. Dus ik spaar me niet eigenlijk, wat dat betreft. Eigenlijk hoop ik, ik weet niet, het zou me leuk lijken als er een en al dreadlock en rasta en afro-kapsels en weet ik veel gaan ontstaan. Barba's, hippies, alles. Lijkt me echt leuk, man. Going natural for a while. Oké, spaar je niet, mensen.